In de late middeleeuwen vochten de ridders van de graven van Holland en van Vlaanderen bijna doorlopend in en om de macht van Zeeland. De Hellenburg in Baarland, een van de eerste stenen kastelen in dit gebied, staat symbool voor deze hevige strijd. Ja, kijk, dit is kasteel de Hellenburg. Eerste kwart 14e eeuw, zo rond 1320 gebouwd, de resten daarvan. En in deze omgeving vond in 1295 de slag bij Baarland plaats. Dat was een grote slag tussen de Hollanders onder leiding van graaf Floris V en de Vlamingen. De strijd om Zeeland, om Walcheren en de Beverlanden. Walcheren en de Beverlanden werden al langer betwist door de graven van Vlaanderen en die van Holland. Het gebied was in de late middeleeuwen officieel in het bezit van de Duitse koning. Maar die beleende er van oudsher de graaf van Vlaanderen mee, die het op zijn beurt weer in leen gaf aan de graaf van Holland. En de graaf van Holland die wilde heel graag af van die tussenschakel, de graaf van Vlaanderen. En die wilde graag dat rechtstreeks, net als de rest van Zeeland, in leen houden van de Duitse koning. Op de gevel van het stadhuis van Middelburg staan beelden van de graven van Holland uit die periode, die zich ook graaf van Zeeland mochten noemen. Willem II werd in 1234 graaf van Holland en Zeeland. En later werd hij, min of meer door toeval, ook nog eens koning van het Duitse Rijk. Er ontstond nu een hele vreemde situatie. Als graaf van Holland hield Willem II Walcheren en de Beverlanden in leen van de graaf van Vlaanderen. Maar de Vlaamse graaf hield datzelfde gebied op zijn beurt in leen van de Duitse koning. En dat was toen dus ook Willem II. Willem vond daarom dat Walcheren en de Beverlanden hem nu eigenlijk direct toekwamen. Dan begint die strijd, vooral ook omdat de graaf van Vlaanderen zich graag bemoeide met het bestuur hier. En de Zeeuwse adel zat er heel mooi tussen, koos zo nu en aan de kant van Vlaanderen, een deel weer de kant van Holland. Onderling hadden ze ook dan oneenigheid, maar proberen de vorsten te chanteren en voorrechten af te dwingen en daar inderdaad mooi weer bij te spelen. Vlaanderen stuurde in 1253 troepen naar het gebied. Een enorme Vlaamse vloot trok op naar de kust bij Westkapelle. Maar werd daar opgewacht door een gigantisch leger van Hollandse en Zeeuwse ridders. Nog voor de Vlaamse troepen konden ontschepen, werden ze al aangevallen. En zo won Willem II de slag bij Westkapelle. 3 jaar later werd deze graaf vermoord en, zij het vele jaren later, in Middelburg begraven. In de koorkerk van de abdij bevindt zich nog altijd een grafmonument, dat voor dat van Willem II wordt aangezien. Zijn zoon, graaf Floris V, zette, hoewel hij geen koning van Duitsland werd, de strijd met Vlaanderen voort. Zijn belangrijkste overwinning behaalde hij in 1295 bij de slag om Baarland. Nou, je moet je voorstellen, de Hollanders hadden een grote aanval op Vlaanderen gedaan en in Sluis verwoest. En dan komen de Vlamingen een paar maanden later wraak nemen met 3000 man naar ginds, daar is de dijk, daar is de Westerschelde. En dan beginnen ze eerst te plunderen. Het Doedijn van Everingen, een ambachtsheer hier vlakbij, en die komt met zijn mannen om die Vlamingen te bestrijden. En de inwoners van Borselen, die komen massaal deze kant op. 1000 man wordt gedood, een groot deel wordt de zee ingedreven en verdrinkt. 1500 man wordt er gevangen genomen en die gevangengenomenen die worden geheel uitgekleed en zoals dat gebruikelijk was, volledig naakt worden ze in bootjes gezet en naar huis gestuurd. Maar Floris V kon niet lang van zijn overwinning genieten. Net als zijn vader werd ook hij vermoord, in 1296 bij Muiderberg. En omdat na zijn dood een interne strijd om de macht in Holland ontstond en het in diezelfde periode ook onrustig was in het graafschap Vlaanderen, verdween de strijd om Zeeland naar de achtergrond. Uiteindelijk kwam het in 1323 tot een overeenkomst, waarbij Vlaanderen definitief afstand deed van de leenhoogheid over het gebied. De Westerschelde werd nu de grens tussen het graafschap Vlaanderen en het graafschap Holland en Zeeland.
In diezelfde periode werd het kasteel De Hellenburg, net buiten het dorp Baarland, gebouwd, waarvan de fundamenten van de hoofdburcht tegenwoordig zijn opgemetseld tot een archeologisch monument. Deze ruïne symboliseert heel mooi het begin van het bouwen door de adel van grotere stenen kastelen. Dit is een van de weinige voorbeelden dat je nog mooi kan zien hoe zo'n kasteel eruit zag. Er is weinig over uit die tijd waarin Vlaanderen en Holland hevig om Zeeland vochten. Maar de fundamenten van het middeleeuwse kasteel De Hellenburg bij Baarland zijn nog wel een zichtbare herinnering aan deze roerige periode.